We zijn hier op de camping 5 jaar nu en we hebben dus echt gedaan omdat we in Spanje waren om te overwinteren, 17 jaar lang. Maar die afstand werd te groot, want we waren al boven de 80 geworden allebei. En dan wordt het toch wel een beetje moeilijk om 2500 kilometer naar Spanje te rijden. Als we hier niet zouden staan, dan zouden we ons denkelijk wel een beetje vervelen. Want wij wonen op een schitterend appartement met een prachtige soos beneden. Maar we hebben geen balkon. Dus we kunnen niet buiten. Oh ja. Ja, we leven nog steeds met heel veel plezier. Mijn vrouw die schildert. Een hobby, hè? Schilderen, een kaarten maken, toch elkaar een beetje stimuleren en leren van alles. Wij staan hier de hele dag en dan ongeveer vanaf eind maart tot 8 juli. Ja, nou doen we nog wel de maand september nog extra, want het is hier een speciale Jeu de Boel maand. En dan zijn allemaal senioren, het is eigenlijk dan allemaal boven de 60. En dan worden de wedstrijden georganiseerd. Dat is heel erg mooi. De camping is dan voller als de zomer. Eindhoven is een hele fijne stad. Maar Eindhoven die heeft een heel verschil met dorpen. Het is hier in een dorp ontzettend leuk. Je merkt het als je in de winkel komt. Als je bij een winkel vraagt waar ligt dat, dan loopt zo'n meisje meteen mee. In Eindhoven zeggen ze daar ligt het. Het is een grote verschil. Het is heel gemoedelijk hier. En iedereen zegt elkaar goeiedag.